Amerikaanse president Obama denkt dat de Libische leider Gaddafi uiteindelijk zal aftreden als de internationale gemeenschap maar druk blijft uitoefenen. Niet alleen militaire druk, maar ook op andere manieren. Want Obama, Obama sluit ook niet uit, dat moet ik zeggen, dat staat hier niet helemaal, maar Obama sluit niet uit dat uiteindelijk ook wapens geleverd zullen gaan worden aan de rebellen in Libië. Obama zei dat in een interview met een aantal Amerikaanse televisiezenders.